Dit is echt een creatieve must-have. Dit kan je gewoon strijken op textiel. Hiermee kun je dus zelf bruisballen maken voor in bad. Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Elise. Misschien ken je mij wel van mijn eigen creatieve YouTube-kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik een shoplog voor je. Misschien heb je net als ik de komende tijd wat meer tijd om handen. Of heb je gewoon zin in een leuke hobby voor iets wat je binnen kunt doen. Want ja, laten we wel wezen. Buiten is het op dit moment niet erg mooi weer. Nou, blijf dan vooral lekker kijken. Want ik heb 2 tassen vol geshopt met allemaal leuke hobby-spullen voor elke leeftijd, voor allerlei leuke projecten waarmee je zelf thuis aan de slag kunt gaan. Momenteel kun je de winkel natuurlijk niet bezoeken, dus alle producten die ik je vandaag laat zien, die heb ik via Click & Collect geshopt. Via Click & Collect kun je zelf kiezen bij welke winkel je de producten wilt halen en welke producten je dus wilt bestellen of wilt reserveren. Je kunt daarbij ook aangeven welke kleur je bijvoorbeeld wil of welk patroon bij bepaalde hobbyproducten. En dan kun je dus bij de door jou gekozen winkel je spullen afhalen. En vind je het leuk om naar shoplogs te kijken? Geef deze video dan een dikke duim omhoog en dan ga ik je gauw laten zien welke leuke hobby spullen ik heb geshopt. Het eerste wat ik je laat zien zijn een aantal hobby sets. Deze zag ik dus allemaal op de Click & Collect pagina staan en voor mij waren ze allemaal nieuw. Ik denk dat deze sets super leuk zijn om misschien met kinderen te doen, maar ook gewoon om zelf te doen. Allereerst dit doosje met Make Your Own Diamond Decorations. Dit is een apparaatje waarmee je dus zelf kleine steentjes op bijvoorbeeld een tas of een t-shirt kunt zetten. Als ik naar de verpakking kijk, dan zie ik dat apparaat waarmee je dus die steentjes in je textiel kunt drukken. En ik zie verschillende soorten steentjes, verschillende kleuren en ook verschillende vormen. Hartjes, blauw, zilver, een beetje goudkleuren, allerlei verschillende soorten. Ik denk dat je hier wel veel hobbyplezier mee kunt hebben. Dan iets wat ik zelf nog steeds heel erg leuk vind om te doen. Dat is namelijk armbandjes maken. En ik zag deze set met letter beads. Dus hier zitten heel veel soorten kralen in met letters erop. En ook in deze set heb je weer heel veel verschillende kleuren die je kunt gebruiken. En naast die letterkralen zitten er ook nog gewone gekleurde kralen bij. En ook heel veel verschillende soorten touw of elastiek denk ik dat het is. Dus ook hier kun je denk ik heel veel plezier mee hebben. En als ik de verpakking moet geloven kun je er dus zelfs ook nog een sleutelhanger mee maken. En de laatste hobby set die ik mee heb genomen, dat is deze om zelf badbruisballen mee te maken. Ik vond het er zo cool uitzien. Heel erg kleurrijk en vrolijk. En hiermee kun je dus zelf bruisballen maken voor in bad. Ik heb even op de verpakking gekeken en er zit van alles bij. Je hebt dus dit ding waarmee je ze maakt. Je hebt de vormpjes om ze te maken. En ook alle ingrediënten die je nodig hebt, inclusief de sprinkles en versiering. Dus met deze set ben je helemaal compleet. Ja, dit ziet er toch gewoon super cute uit. Dan heb ik iets waar ik zelf ontzettend benieuwd naar was. Dat zijn deze metallic brush pens. Ik heb gekozen voor blauw-paarse tinten. Dat had ik tijdens het Click & Collect proces ook ingevuld. Je kan dan altijd notities invullen met welke kleur of welke soort je wilde. Ik had ingevuld dat ik de blauw-paars variant wilde en die heb ik dus gekregen. Ik ben zelf dol op handlettering en ik denk dat deze daar heel goed bij van pas gaan komen. Op de achterkant zie je welke kleursoort er nog meer zijn. En op de verpakking staat dat ze perfect werken op zwart papier. Dan iets wat ik altijd meeneem, dat zijn deze stickervellen van DecoTime Crafts. Ik vind ze zo super leuk en er zijn regelmatig nieuwe varianten. Deze variant heb ik zelf al eens eerder gehad, maar ja, wat ik zeg, ik vind ze zo ontzettend leuk dat ik ze heel snel weer opgebruik. Dus dan is het altijd fijn om een backup te hebben. Ook zag ik dit leuke boekje van Craft Sensations. En dit boek is gevuld met allerlei verschillende papieren goodies. Dus bijvoorbeeld gift tags, maar ook papier wat je volgens mij als inpakpapier kunt gebruiken. En ook stickers. Weet je wat? We gaan hem gewoon even openmaken. Dan kunnen we er doorheen bladeren. Als je het boek opent, dan zie je hier dus meteen al wat grote vellen papier zitten. Ook zitten er kaartjes in. Hier zie je een aantal van de gift tags en ze zijn voorgestand, dus je kunt ze er heel makkelijk uitdrukken. Dan hebben we hier nog een aantal vellen met stickers. En ook achterin heb je nog een vakje met wat papieren goodies. Dit zijn echt leuke diverse boeken. Handig om bijvoorbeeld als cadeaupapier te gebruiken. Maar ook gewoon om mee te knutselen of om te gebruiken in je bullet journal. Doordat er allerlei verschillende soorten papiervellen, kaartjes, gift tags en stickers in zitten. En ze hebben goudfolie details. En van dit soort boeken zijn er dus ook verschillende soorten. Ik zei het net al, maar ik ben dol op handlettering. En ik zag deze handlettering set met allerlei verschillende materialen daarin.
Er zitten verschillende soorten papier in. Aquarelpapier, schetspapier, papier met stippen en gelineerd papier. En ook zitten er verschillende soorten pennen in. Namelijk brushpennen, een marker, een fineliner en een blending pen. En altijd handig, er zit ook een potlood en een gum in. Dan twee dingen die gewoon heel handig zijn. Als eerste deze spuitbus met lijm. Deze heb ik nog nooit geprobeerd, maar het leek me super handig. Vooral voor wat grotere projecten. En er staat op dat die geschikt is voor papier, karton, hout, textiel en verschillende soorten plastic. Dus daar was ik heel benieuwd naar. En ik kocht ook deze set pennen. Deze heb ik al vaker gekocht, maar ik vind deze heel erg fijn. Vooral voor een planner waarin je bijvoorbeeld opschrijft wat je voor privéafspraken hebt, maar ook wat je voor werkafspraken hebt. Dan kun je voor alle soorten afspraken een andere kleur gebruiken. Ook heel handig als je bijvoorbeeld een gezinsplanner hebt dat iedereen zijn eigen kleur heeft. En dan weet je precies welke taak of welke tekst bij wie hoort. Dus deze neem ik altijd graag mee. En ook nam ik uiteraard weer een papierblok mee. Volgens mij heb ik nog nooit een creatieve shopblog gemaakt zonder zo'n papierblok. Maar ik vind deze zo ontzettend handig. Je hebt gewoon meteen lekker veel van een bepaalde kleur of patroon. Dit keer heb ik gekozen voor een blok met allerlei tuinpatronen erop. Je kunt het eigenlijk op de voorkant al zien. Hier zitten dus heel veel geel en groen tinten in. En heel veel plaatjes van bloemen en planten. Maar ik heb ook iets meegenomen waarbij we dit heel goed kunnen gebruiken. Dat is namelijk, en het is best wel groot en zwaar, dus ik moet even mijn best doen om het goed in beeld te krijgen. Dit is de achterkant van de doos, dus daar zie je nog niet zoveel aan. Dat is namelijk deze jongen. Dit is een papercutter en embossingmachine. Dit is echt een creatieve must-have als je het mij vraagt. Ik zag hem ertussen staan bij Click & Collect en ik dacht, die moeten we meenemen. Dit is zo'n superleuk ding. Hiermee kun je namelijk zelf vormen uit papier halen. En zoals ook op de doos staat, dit is een starter set. Dus hier zitten een paar cutting dies bij. Dat zijn de vormpjes die je nodig hebt om de vormpjes uit het papier kunnen drukken. En dus de machine zelf. En wat je doet is, je hebt een vel papier. Dan pak je zo'n vormpje die hier dus voor gemaakt is. En dat rol je als het ware, wals je dat door de machine heen, door het apparaat heen. En dan drukt hij dus die vorm uit het papier. Dus je hoeft niet moeilijk te knippen. Hij maakt het echt heel netjes en heel precies. En misschien heb je wel eens een stempelset gekocht bij Action. En zag je daar van die vormpjes erbij zitten. Die vormpjes zijn dus geschikt voor deze machine. Mocht je die nou niet hebben, bij de machine zelf komen ook al een aantal vormen. Op de achterkant zie je dus wat erin zit. De machine zelf, je hebt die platen nodig. Daar leg je je papier en de vormpjes tussen. En je ziet dus dat er vormpjes van bloemen bij zitten, waarmee je dus aan de slag kunt gaan. En die bloemenvormen leken me nou perfect bij dat papier wat ik je zo net liet zien. Eerder liet ik je natuurlijk dat apparaatje zien waarmee je zelf steentjes op bijvoorbeeld een t-shirt of op canvas schoenen kan klikken. Ik heb nog iets leuks gevonden wat heel erg leuk is bij textiel. En dat is namelijk dit glittervel en dit is iron-on. Dus dit kan je gewoon strijken op textiel. En je kunt hier bijvoorbeeld een vormpje uitknippen of misschien met een stansapparaat een vorm eruit stansen. Eigenlijk kun je alles maken wat je wilt in dit glittermateriaal en dat dan op stof strijken. Op de achterkant staan een aantal ideeën, maar je hebt misschien zelf ook wel een heel leuk idee. We zijn er alweer bijna doorheen, maar ik heb nog twee dingen die ik je wil laten zien. En het eerste is denk ik ook heel erg leuk om te gebruiken met die embossingmachine. Dit zijn namelijk leervellen en ik denk dat dit nepleer is. Maar dit kun je dus ook door zo'n machine heen halen. Tenminste, bij de meeste van dat soort machines kan het. Ik zou voor de zekerheid goed de gebruiksaanwijzing nog even lezen. Maar meestal, als het niet te dik materiaal is, dan moet dat heel prima kunnen. Er zitten hier een aantal verschillende varianten in en ik wil je ze graag even laten zien. Dus ik pak ze er even bij. Ja, dit hier is mijn favoriet met alle glitters. Hier word je toch vrolijk van. Dan hebben we daaronder een beetje een holo iridescent roze variant. Daarna hebben we, een beetje fout, maar wel heel grappig, knalroze croco. En als laatste nog een metallic roze. En ook deze set was beschikbaar in verschillende kleuren. En als laatste, misschien heb je wel eens van diamond painting gehoord. Nou, ik zag twee sleutelhangersetjes. Er waren hier ook meerdere varianten van, wat dus eigenlijk ook diamond painting is. Alleen maak je dan geen schilderij, maar een sleutelhanger. Deze varianten nam ik mee, een flamingo en een kat. En op de achterkant zie je dus ook de spulletjes die erin zitten en die je dus nodig hebt. Ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt, dat zit er dus bij.
En dit zijn ook van die projecten die je makkelijk in een uurtje afkrijgt. Dus als je een keer zin hebt om iets leuks te doen, maar je wil niet dat de hele week de tafel vol ligt met creatieve materialen, dan is dit misschien wel leuk. En dan was dat alles wat ik deze keer geshopt heb. Ik hoop dat ik je een beetje inspiratie heb kunnen geven voor een mogelijke nieuwe creatieve hobby. Of misschien deed je een van deze dingen al en denk je nu, hey, dat kan ik wel weer eens oppakken. Hoe dan ook, hoop ik dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En wil je geen enkele video missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!